We gaan weer verder. We gaan met 2 Korinthen verder. Het laatste gedeelte uit 2 Korinthen. Ik hoop niet dat dat gaat storen. 2 Korinthen 11, ja. Ja, dat hebben ook nadelen in dit gebouw. Maar goed, we zullen wel zien. Even kijken, 2 Korinthe 11, we zijn gebleven in... we hebben het vorige keer uitgebreid over die hele lijst gehad, wat Paulus allemaal meegemaakt heeft. En we gaan nu verder met die verdrukking hebben we nu gezien. En dat hij ons voorbeeld is. En waarom het ook opgeschreven is, onder andere ook voor ons natuurlijk. Ja, omdat wij ook verdrukkingen mee zullen maken vanwege de verkondiging van deze boodschap. Nou, en dan zijn we in vers, dan zie je de hele lijst tot met vers 27 en in vers 28. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willen er mij vangen. Eerst opening gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Wilt u ons ook sterken, Heer, en verlichting geven op uw woord, Vader, dat het begrijpt. In Christus' naam. Amen. Wat zijn ze allemaal doen dan? Met schotten zijn ze bezig. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ja, nou, net zag ik ze ook al weglopen. Nou ja, goed. Even kijken hoor, vers 28. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg. Leg hem mee, ik moet even wat wegklikken hier dan. Ja, hij noemt dat de dingen die van buiten zijn, ja. Zonder, en dan overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Dus ja, die dingen die hij daar meemaakt in die versen, die vindt hij, dat is heel, als wij het ook zien, ja, dat is verschrikkelijk wat hij allemaal meegemaakt heeft, ja. Toch zegt hij eigenlijk hier van, nou ja, oké, buiten dat, ja, overvalt mij ook nog eens dagelijks de zorg van al de gemeenten, ja. Alsof dat voor hem eigenlijk nog zijn grootste zorg is. Dus maak je nou niet zo druk om mij wat mij nou allemaal gebeurt. Maar dit overvalt mij dagelijks nog de zorg van al de gemeenten, ja. Ja, nou ja, kijk, ik moet even concentreren, ik was eventjes een beetje afgeleid. Ja, waarom is dat zijn zorg, ja, van alle gemeenten? Nou, in die context spreekt hij natuurlijk met die valse leraars. En die proberen, Satan, hè, uiteindelijk zeg je, als je kijkt naar hoofdstuk 12, 11, vers 3, dat hij spreekt, en 4, dat Satan probeert de zinnen te verderven, ja, te bederven. Zodat er een andere Jezus gepreekt wordt en een ander evangelie. En andere leraars, mensen die achter Paulus aan in de gemeente daar de boel op eigenlijk... overhoop komen gooien. Doordat ze iets anders verkondigen. Het is verwarring, het is compleet. Ja? Nou, en dan zegt hij, dat is die zorg van hem, ja? Die zorg. Zullen ze wel in die waarheid blijven staan? Of zullen ze de waarheid verlaten? Paulus zegt, ik heb het geloof behouden, uiteindelijk. Zullen zij dat ook doen? Want hij had overal, had hij natuurlijk in feite problemen. Dat wil zeggen, problemen. Want we weten, Paulus zegt in de tweede Timotheusbrief, zij hebben, alle die in Azië zijn, hebben mij allemaal verlaten. En dat was zijn zorg. Mij verlaten, ja, dat wat ik verkondig. Dat was zijn allergrootste zorg. Want als je al die brieven leest, gelaten, dat was het probleem met de wet. Efeze, daar zie je later, over dat moet niet bij jullie zijn, maar wordt vervuld met de geest. Ja? Je hebt daar de gekkenij, de hoererij, dat soort dingen, die waren daar ook nog. Denk op een Korinthebrief, wat daar allemaal aan de hand is. Nou, dat is een hele lijst wat daar aan de hand is. Ja? De Filippenzenbrief, nou, daar was niet de eenheid echt. Colossenzenbrief, die behielden het hoofd weer niet. Zo, die hele lijst. Dus in elke gemeente, het is niet voor niks opgeschreven, zie je dat er is wat. En daarom is die brief ook geschreven, want dat gebeurt nu in deze tijd nog steeds. Dus ja, en dat was zijn zorg, ja. En daarom schreef hij ook die brieven, maar dat was zijn dagelijkse zorg die hem bezig hield met deze boodschap, de verborgenheid. Zullen ze daarvoor blijven staan? Of zal Satan
zal hij het voor elkaar krijgen dat het toch allemaal naar een andere evangelie gebracht wordt. Nou, en daarom zegt hij ook tegen Timotheus in 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3. Vers 12. Ja, want in 2 Timotheus brief in hoofdstuk 1, dan zie je in vers 15 dat hij zegt, wat ik net zei, ja. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben. Ja, de gelaten hadden dat al gedaan, ja, met de wet. Door naar de wet, misschien dat ze zich weer bekeerd hebben, omdat ze de brief van Paulus hebben gehoorzaamd. Ja, hij zegt, allen die in Azië zijn. Maar in ieder geval, ze hebben zich van hem afgewend. En dan zegt hij in 2 Timotheus 2, vers... Nou, dat weet u natuurlijk in vers 12. Hè, allen die... 3 vers 12. 2 Timotheus 3 vers 12. Allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Nou, dat heeft Paulus meegemaakt. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. En verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen geleerd is. Hebt, zie het? Blijf in hetgeen je geleerd hebt. Zeg je niet voor niks, want er is strijd. En staat te proberen er vanaf te trekken, dat je ervan afwijkt. Nee, Timotheus, blijf erin. En waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Ja, ja, niet alleen de zaligheid dat u gered moet worden, maar vooral gered wordt om niet af te wijken naar de verkeerde leer. Ja? Blijf daarin. Ik heb het jou geleerd. Door het geloof elke is in Christus Jezus. Alle schrift is van God ingegeven, is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt er toegerust. Nou, een hoofdstuk terug, dan zegt hij ook, oké, die schrift, de hele schrift, alleen, we moeten het woord de waarheid recht snijden. En dan werkt het pas. En in vers 2, 4 vers 2, predik het woord, houd aan, tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf aan leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Nou, dit is dus zijn laatste brief. In 2 Korinthe had hij dagelijkse zorg over al die gemeenten. En terecht, ja. En hij waarschuwt Timotheus ook hier weer. Ze hebben hem allemaal verlaten. Maar Timotheus, kijk, ze zullen zich van de waarheid afwenden. En keren tot fabelen. En dat kunnen fabelen, dat kunnen verhalen uit de Bijbel zijn. Ja? Ja, wij praten toch ook over de Bijbel? Wij praten toch ook uit de Bijbel? En al de verhalen. Dan zijn het soms verhalen en fabelen. Ja, met een iets erin. Ja, met een moraal erin, ja. En daar kan je de Bijbel natuurlijk ook mooi voor gebruiken. Maar gij wees wakker in alles. Wakker, wees waakzaam. Dat moet je echt met deze boodschap. Want er komt van alles op je af. En soms klinkt het allemaal zo mooi en zo redelijk, ja. En zo netjes en denk je, ja, inderdaad, ze hebben eigenlijk ook wel gelijk. Misschien zit ik wel fout. En dat is als je niet wakker blijft. Je moet wakker zijn in alles. Alles. Dus je moet altijd om je heen blijven kijken. En wees waakzaam met dit woord. Want Satan ligt absoluut op de loer. Leid verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst en volle verzekerd zijn. Dus ja, als Paulus zegt. Ja. De zorg van al de gemeenten. Is dat echt niet onterecht dat hij dat doet. Dat is zeer terecht dat hij dat doet. Want wij hebben een tegenstander die... Ja, wij hebben niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht en overheden in de lucht. En die zullen alles op alles zetten om de mensen te brengen naar een ander evangelie. Nou, dus daarom blijf in hetgeen, Timotheus, maar ook wij, blijf in hetgeen gij geleerd hebt, ja. En de zorg van al de gemeenten. Nou, dat zegt hij, laten we eens even kijken naar Handelingen. Dan zien we... Dan volgen we Paulus even op zijn reis. Hè. En dan zie je inderdaad dat hij was in arbeid overvloedig. Ja. En dan zie je in Handelingen 15 vers 36 bijvoorbeeld. Dat is als hij in Jeruzalem geweest is. En hebben ze die vergadering gehad. En dan zie je in vers 36
En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas, laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben. Hoe zij het hebben. Zie je het? Gaat hij weer terug naar die gemeentes waar hij het verkondigd. Hij had een verantwoordelijkheid, ja, want hij had hun het verkondigd. Kijk, wat je zegt, daar draag je ook verantwoording voor. En hij gaat weer terug, want hij weet, Satan zit niet stil. Kijk ook in vers 40. Maar Paulus verkoos Silas en reisde heen, de genade gods van de broederen bevolen zijnde. En hij doorreisde Syrië en Cilicië, versterkende de gemeente. Zie je het? Kijk ook in Handelingen 18 vers 23... En als hij daar enige tijd geweest was, ging hij weg en doorreisde vervolgens het land van Galatië en Frigië, versterkende al de discipelen. Nou, in hoofdstuk 20, dan zie je dat hij in Efeze is. Even kijken, was het in Macedonië? Nee, die moet ik niet hebben. Ja, je kan. Ja. Nee, ik moet 20 vers 18 hebben. En toen zij tot hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij lieden weet van de eerste dag dat ik in Azië ben aangekomen, hoe ik bij u de ganse tijd geweest ben. Dienen de heren met alle ootmoedigheid en vele tranen en verzoekingen die mij overkomen zijn door de lagen der Joden. Hoe ik niets achtergehouden heb van hetgeen nuttig was, dat ik u niet zou verkondigd en bij u geleerd hebben in het openbaar en bij de huizen. Betuigende beide Joden en Grieken de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. Nou, je ziet het. Dus hij is. Kijk ook als je kijkt in vers 27. Want ik heb niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. En in vers 29. Ik weet dit, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. En uit uzelf zullen mannen opstaan, sprekende verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt en gedenkt dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet opgehouden heb en iegelijk met tranen te vermanen. In vers 33. Ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En gij zelf weet dat deze handel tot mijn noodruft en degene die met mij waren gediend hebben. Ik heb u in alles getoond dat men al zo arbeidende de zwakke moet opnemen. Gedenk aan de woorden des Heer Jezus dat hij gezegd heeft. Het is zalig te geven dan te ontvangen. Nou, enzovoort, enzovoort. Je ziet hier dus Paulus is constant. Ja, zijn hart ligt bij de gemeente en dat ze de waarheid zullen bewaren. Dat is waar het om gaat bij hem. En waarom is dat zo, ja? Wat is dat irritant, zeg. Maar goed, ik zal... Romeinen 1 vers 14, laten we daar even kijken. Waarom, ja? Omdat Paulus aan hem is een iets opgegeven, ja? En hij zegt ook in Romeinen 1 vers 14, omdat hij heeft ook een schuld aan ons. Hij is de apostel van de heidenen, leren we in Romeinen, ja? Een apostel van de heidenen, Christus heeft hem geroepen. En hij ziet ook in vers 14, Romeinen 1 vers 14, beide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Nou, je hebt schuldeisers, die krijgen wat van jou, en je hebt een schuldenaar, dan ben jij aan een ander iets schuldig, ja? Dus hij heeft in feite een verplichting aan ons. En Paulus was zich bewust ervan, ja. Hij zegt ook ergens, als ik het evangelie niet verkondig, de nood is mij opgelegd. De 12 apostelen werden gewoon gekozen, ja. En die zegt, Christus, volg mij. En ze gingen of ze gingen niet. Paulus verscheen aan de Heer en die heeft die opdracht gekregen. Die heeft zo de bedeende genade heeft hij gekregen en hij moest het gaan verkondigen. Hij zegt, wee mij, voor de rechterstoel dan, als ik het niet verkondig. Hij kende zijn verantwoordelijkheid. En hij, je ziet hem, hij is ook altijd heeft die verantwoordelijkheid genomen. Hij wist, ik heb een schuld aan de heidenen, want ik ben namelijk hun apostel. Zo stond Paulus daarin, ja. Nou, als we teruggaan, 1 Korinthe 11, vers 28, 2 Korinthe 11, vers 28. Ja, dan zie je, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten, denk je, de zorg. We kennen allemaal de tekst, wees hier geen ding bezorgd. Ja. Maar laat al uw begeerte onder dankzegging bekend worden bij God. Ja, alles. Wees hier geen ding bezorgd. En hier zie je,
Hey Paulus, de zorg van andere gemeenten. Ja, hij zegt, wees je geen ding bezorgd over jezelf, ja. We kunnen ons natuurlijk heel gauw zorgen maken en dan gaan we piekeren en dat soort dingen. Nee, hij zegt, maak het allemaal bekend bij de Heer, ja. Maar hij spreekt hier over de zorg over al de gemeenten, over hun en over de leer. Daar maakt hij zich zorgen over op een goede manier, ja. Want dat is zijn taak, ja. Dat is zijn roeping, ja. Dat is wat hem dierbaar is. Het gaat om het evangelie, ja. En dat is zijn zorg. Dat is een zorg, dat is een hele goede zorg. Hè? Dus wees in geen ding bezorgd. Maak alles bekend. Ja, dat is als wij ons door alle zorg in ons dagelijks leven beslingen. Die hebben allemaal met mij te maken, ja. Ik maak mij zorgen over allerlei dingetjes waar ik mee te maken heb. Dat kan mij gaan regeren. Overheersen. Daar heeft Paulus het niet over. Want hij maakt natuurlijk alles bekend bij de Heer. Maar hij had zijn zorg over zijn broeders en zusters. Ja. Ja. Het was zijn zorg dat zij voor hun geestelijk welzijn. Dat was zijn zorg voor al die gemeenten. En ja, dat is mooi. Als je kijkt bijvoorbeeld, als we over zorg praten, kijk even mee naar 1 Petrus 5, hoe die dat zegt. 1 Petrus 5 vers 7. En dat is, als het over onszelf gaat, over zorgen maken. Maar kijk, de heer Paulus zegt, wees in geen ding bezorgd, maak alles bekend. Inderdaad, dat is zo. En ik vond zelf 1 Petrus 5 vers 7 ook, dat hij zegt, ik weet het voor de kleine kudde in de grote verdrukking, maar werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Ja? Hij zorgt voor ons in die zin, in geestelijke zin. Ik weet, ik moet wel eten, ik moet gewoon werken voor mijn geld. Ja? Het is hier niet zoals in de kleine kudde. Hè? Maak je geen zorgen voor eten en drinken, want dat moeten wij wel doen. Wij moeten gewoon, als ik niet werk heb, ik geen eten. Ja? Maar wel het principe dat werp al je bekommernis op hem. Je mag het allemaal aan hem bekenden maken. Want hij zorgt voor ons met het woord, geestelijk gezien. Zal hij voor ons zeer zeker zorgen. Oké, als je kijkt naar 2 Korinthe 11 vers 29 weer, of 28, of 27, de zorg van al de gemeenten, dan zegt hij in vers 29, wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. Zie je, Paulus roemt in zijn zwakheid. Want wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Dat is weer het hart van Paulus, ja, dat is Christus in Paulus, ja. Afgelopen zondag had het ook over de zachtmoedigheid. Hij zegt, zei dit ook, het was in 2 Korinthe 10 geloof ik. Ja, dan zegt hij, ik zelf bid u door de zachtmoedigheid en goede tierenheid van Christus, ja. Dus dat is ook wat in Paulus hem beweegt, ja. Zwak dat ik niet zwak ben. Hoezo is Paulus zwak, ja. Zijn die valse dienaars dat ook? Zeg je niet ook voor jezelf? In zwakheid. Ik ben zwak. Of ik ben begaan met de zwakken. Ja? Wie is er zwak dat ik niet zwak ben, zegt hij. Wat bedoelt hij daar nou precies mee, ja? Nou, weent met de weenden. Verblijdt u met de blijden, bijvoorbeeld, ja? Paulus was zwak met de zwakken. Als je kijkt naar Romeinen 15 vers 1, bijvoorbeeld, ja? Romeinen 15 vers 1. Het is Romeinen 15 vers 1. Ik zou kunnen zeggen van dat hij wist zich altijd te verplaatsen in de persoon tegenover hem. Hier bijvoorbeeld 15 vers 1. Wij die sterk zijn in de leer. Ja? Mensen die net met de boodschap komen, die weten nog niet alles. En dan moet je opletten dat jij niet... Dus hij gaat op het niveau van die persoon die net komt praten. Dus dat moeten we altijd doen, want anders praat je over hun hoofd heen. Ja? En zeker als iemand net komt, dan kan je iemand kwijtraken. Je kan je vrijheid laten zien en gewoon alles gaan eten. En die persoon denkt misschien, je mag nog niet alles eten. En dan kan hij weer helemaal terugvallen. Ja, want hij snapt dat niet. Je kan niet alles tegelijk. Wij die sterk zijn, hè, in de leer, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. Kijk, en niet onszelf te behagen. Zie je het? Niet onszelf. Dat betekent, ik handel nu uit liefde, ik denk aan die persoon. En dat is die zwakke in de leer, zoals Paulus hierover spreekt. Ja? Kijk ook in 1 Korinthe 9 vers 22. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Dus hij zegt, ik stel me boven niemand. Ja? En ik stel me gewoon zwak op. Dat wil niet zeggen dat je zwak bent, 1 Korinthe 9 vers 22. Paulus was natuurlijk helemaal niet zwak in de leer. Ja? Maar kijk, 1 Korinthe 9 vers 22.
Kijk, ik ben dus zwakker geworden als een zwakke. Hij zei, ik ben niet een zwakke, ik ben geworden als een zwakke. Opdat ik zwakke winnen zou. Alles ben ik alles, allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enige behouden zou. Zie je het? Dus dat betekent, dat Paulus zat hier niet alleen voor zichzelf. Het ging hem echt om die persoon tegenover hem. Dat is die zorg, ook over al die gemeenten. Ook al die broeders en zusters. Hij was de apostel. En de apostel was ook een mede-ouderling, ja, in al die gemeentes. Ja? En hij is als een zwakke geworden. Ja? Om hun te behouden. Wie is er zwak? Dat ik niet zwak ben. Zie je het? Dat is de houding van Paulus. Als we in 1 Korinthe zitten, kijk in 12 vers 26. Het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mee. Dat is het lichaam. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. Ja, zie je dus, als één lid lijdt, dan lijdt iedereen in deze gemeente lijdt mee. Dat is het ware lichaam. Dat is de juiste houding van die persoon. Dat is iemand die niet alleen zichzelf aan het behagen is. Maar dat is de een die juist de ander wil behouden. En met die persoon meeleidt. Dat was Paulus. Nou kijk, 1 Thessalonicenzen 3 vers 5 tot 8. En dat is natuurlijk ook voor ons. 1 Thessalonicenzen 3 vers 5 tot 8. Je kijkt hier in het hart van Paulus, ja. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Daarom ook deze begeerte. Niet langer kunnende verdragen heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Alles wat ik opgebouwd heb, alles wat jullie geleerd hebben, kijk uit, want het kan zomaar vernietigd worden. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachten van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Zie je, Paulus wordt door hun nu ook vertroost, zie je het? Omdat hij ziet resultaten, dat ze gesterkt zijn in die verdrukkingen. En dan zie je, want nu leven wij. Je zou kunnen zeggen, Paulus leeft helemaal op, indien hij vaststaat in de Here. Ja? Ze leven er helemaal op, omdat hij ziet dat zij staan vast in de Here. Zo zie je hoe dat effect heeft. En daarom zie je ook dat de broeders en zussen bij elkaar komen in de gemeente. Ja, dan zie je dit in werking, ja? Omdat we worden vertroost door het onderlinge geloof. Ja? En de een die heeft dit, en de ander heeft dat. En dat kan voor jou weer een vertroosting en bemoediging zijn. Nou, en dat is zoals Paulus daarna keek. Kijk, gaan we terug naar 2 Korinthe 11. Dus wie is er zwak dat ik niet zwak ben? En wie wordt er geërgerd dat ik niet brandde? Dat is ook zoiets. Wanneer word je geërgerd? Dat is als het ja, aanstoot geeft. Dat is erger. Dat is aanstoot. Het ergert me. Iets ergert mij. Dat iemand bijvoorbeeld iets doet en het irriteert mij. Bijvoorbeeld toen ik ongelovig was, die gelovigen die irriteerden mij. Dat vond ik, was aanstotelijk voor mij. Dat klopt, want als Christus is ook de steen des aanstoots natuurlijk, ja. En Paulus zegt, ja, en wie wordt er geërgerd dat ik niet brand? Dus als iemand geërgerd wordt, zou mij dat koud laten, zeg maar. Als ik brand, dat doet mij iets, ja. Dat doet mij iets, dat zet mij in beweging. Dat ik niet brandde, ja, brandde van vuur, om daar wat aan te doen, ja. Dus als iemand geërgerd wordt, ja. Nou, wat bedoelt hij daarmee? Dan spreekt hij over een broeder die geërgerd wordt. Ja, zozeer aan mij. Dat heeft hij het over verdragen, ja. Maar kijk, een heel mooi voorbeeld zien we in 1 Korinthe 8 staan daarvan. 1 Korinthe 8. Dat gaat over dat vlees eten, ja. Nou, kijk in hoofdstuk 8 vers 7. Doch in alle is die kennis niet, maar sommigen met een conscientie, geweten van de afgod tot nu toe. Iemand die
net gelovig geworden is, die heeft nog het geweten van een afgod, ja? Voordat je deze boodschap leerde kennen, bijvoorbeeld, dan hebben we het over gelovigen in dit geval, ik ook. Mijn geweten, dat sprak mij schuldig als ik niet om vergeving van zonde vroeg. Door de leer is dat veranderd, dat heb ik daar niet meer. Ja? Dus dat is veranderd. Dus je geweten, dat wordt dus gevormd door hetgeen waarin je gelooft. Kijk, de morele wet hebben wij allemaal bij geboorte al. Iedereen weet dat hij niet mag moorden, stelen en dat hij geen overspel mag plegen. Dat hoef je niet te leren, dat weet die persoon gewoon. Dat verklaart hem schuldig. Maar nu zie je, met het geloof, ja, als jij met de ene boodschap geleerd wordt of met de andere, dat heeft invloed op je geweten. Ja? Mijn geweten is nu rein van bijvoorbeeld ook van dode werk om God te dienen. Want ik weet, Christus heeft alles voor mij gedaan. Dan zie je ook weer voor, dacht ik door de goede werken, nu niet meer. Nou, iemand die niet gelooft, heeft het geweten van een afgod. Die doet allerlei andere dingen, zijn geweten van een afgod. En dat heeft bijvoorbeeld met het eten ook te maken. Er zitten ze in de afgoderij, ongelooflijk, met afgoderij. Nou, dan zie je, die eten als iets dat de afgoden geofferd is. Die heeft een geweten van een afgod. En hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. Zie je, een zwak gemeente. De spijzen nu maakt ons God niet aangenaam, want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. Ja, we zijn er niet beter om. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. We zijn er ook niet minder om. Maar zie toe, hè, dus wij mogen alles eten gewoon. Wij zijn vrij. Toch? Dus eten is eten. Ook als het een afgoden geofferd is, als het van een koe is, koeienvlees, blijft gewoon koe. Blijft gewoon hetzelfde. Al is het aan de afgoden geofferd, het vlees blijft gewoon vlees. Dus dat verandert niet. Maar iemand die uit die afgoderij komt, dat zien wij met gelovigen ook wel. Die denken bijvoorbeeld, hier heeft iemand gisteren over yoga gepraat, of er zijn dingen Satan weer in geweest, nu is alles besmet. Nu moet alles gezuiverd worden. Wij weten, nee. Maar dat komt door het geweten, want ons geweten is nu rein in dat soort dingen. Nou, hier spreekt hij over iemand, kijk. Maar zie toe dat deze uw macht niet enige lei en aanstoot worden, degene die zwak zijn. Iemand die dat nog niet weet, die net tot deze boodschap komt. En Jood is een mooi voorbeeld. En Jood die weet niet beter, hij mag geen varkensvlees eten. Hoort hij deze boodschap? Hij heeft zijn hele leven nog nooit varkensvlees gegeten. En opeens pas komt hij bij ons. En hij is net tot geloof gekomen en wij hebben een maaltijd en we gaan gewoon varkensvlees eten. En ja, je kan gewoon eten, geen probleem. En voor hem is dat in één klap. Snap je? Die is nog zwak. Die denkt, hè, dat snapt hij nog niet. Ik snap het ook pas later, denk ik, toen ik tot geloof gekomen was. Ging ik echt pas begrijpen wat Christus aan het kruis voor mij gedaan had. Dus op dat moment besefte ik dat niet. Dat heb ik allemaal later geleerd. Dus met dit ook zo. Want zo iemand die u, kijk, die de kennis hebt. Jij hebt de kennis. Je weet, het maakt niet uit. Maar die ziet jou bijvoorbeeld in de afgodentempel aanzitten. Zal het geweten dezelfde die zwak is niet gestijd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan omdat Christus gestorven is. Dus die broeder kan weer helemaal terugvallen in zijn oude geloof daardoor. Hij denkt, hè? Hij doet dingen, daar zat ik in. En gaat hij daar ook zitten eten? Dat kan toch helemaal niet? Paulus zegt, wacht eventjes. Doch gij lieden alzo tegen de broeder zondigende en een zwakke geweten kwetsende, zondig tegen Christus. Dus als je de broeder dus dat toch doet, dan beschadig je hem. Dan zondig je tegen hem en je zondigt ook tegen Christus. Want je houdt geen rekening met hem. Dus we spreken hier over de vrijheid beperken. Want wat zegt hij dan? Daarom indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. Ja? Wie wordt er geërgerd, zegt hij, dat ik niet brande? Dit is het. Hij zegt, als dat die broeder van mij ergert, dan eet ik geen vlees. Nou, dat is nou niet onder de wet leven, maar dat is nou onder de genade leven. Want dan denk je, hé, wacht eventjes, ik heb vrijheid, maar ik wil die broeder wil ik niet kwetsen. Want hij weet, hij snapt dat nog niet. Dus dan nemen we de tijd voor, totdat hij dat wel gaat begrijpen. Maar als het hem nog kwetst, of hij dat nog niet begrijpt, hij is nog zwak, dan zal ik in de eeuwigheid geen vlees eten. Zie je het? Dat, ja, alle dingen in de wet, ja, dat is toch uiteindelijk de liefde omvat de hele wet. Dus met ons ook, we hadden het ook een pas een gesprekje over. Ja, en er was een vraag of ja, zal ik dat nou doen of niet? Nou, als je al dingen afvraagt, dan weet je al, hé, hier is wat aan de hand. Want waarom vraag ik me dat af? Vroeger vroeg ik me niet af, maar nu wel. Dus er gebeurt wat in het hoofd, hiero. Mag het wel, mag het niet. Alles mag. Maar kunnen we hier nou alles gewoon doen? Als iemand nou van, dan ga je denken, hé, wacht, ja, maar als ik weet dat mag, maar als dat nou,
Kijk, ik zei het ook al, ik loop hier altijd met een stropdas. Nou, ik ben de enige nu met een stropdas hier, zie ik. Ja? Maar als ik thuis ben, het eerste wat ik doe is die stropdas af. Waarom doe ik dat? Omdat ik zo graag met een stropdas loop? Ik vind het niet erg, maar ik heb hem alleen op zo'n Holland. Waarom? Omdat, ja, ik weet niet, je weet nooit wie er binnenkomt. En ik vind sowieso, als je hier staat, moet je er gewoon verzorgd uitzien. Ja? Dat vind ik belangrijk, als je het woord leert. Maar buiten dat, ik mag ook natuurlijk gewoon zonder lopen. Het staat niet in de Bijbel dat het niet mag. Maar ik doe dat met een bepaalde reden. Kunnen misschien mensen die zich ook daar misschien aan storen. Ja? Of iemand komt net binnen en die weet niet beter als het moet allemaal straks is en zo. Zei jij dat niet? Ja, je had ook een plaatje van tevoren. Van ja, zo ziet hij eruit en dit en dat. En nou, het viel nog mee geloof ik. Dus kon het worden. Ja? maar zo zie je maar. Maar zo komen mensen binnen met een... Dus je moet zorgen, als je mensen wil behouden, dat je ze niet kwetst. Dus bijvoorbeeld, ja, kijk, als iemand rookt, oké, je moet die zelf weten, een broeder. Ik denk dat, niet eens omdat je tempel van de Heilige Geest bent, want dat wordt vaak gezegd. Maar als je rookt, dan laat je zien dat je geen kracht van opstanding hebt om dat te kunnen overwinnen. En dat is een hele openbaar getuigenis. Dus als wij hier met elkaar zitten en het komt op een gegeven moment, is pauze en dan stel broeders die gaan buiten, die gaan daar staan roken, is natuurlijk een verschrikkelijk getuigenis voor hier wat hier binnen zit. Dus dan zeg ik, wacht eventjes. Dat moet je gewoon niet doen, ja? Want dat kan namelijk anders. Ik heb mensen ook, pas had ik ook een vraag van iemand. Die zei, hoe staan bij jullie? Staan ze bij jullie ook allemaal buiten te roken? Zulke mensen kunnen komen op een gegeven moment en zeggen, ja, dat, weet je, die oordelen daar gelijk op. Want die zijn nog zwak. En dan veroordelen ze je. En dan kan iemand gewoon daarop afknappen. Snap je? En dat is de motivatie natuurlijk. En dat is wat Paulus hier ook zegt, ja. Als de spijzen mijn broeder ergert. Maar het kan ook kleding zijn. Het kan ook, wat ik net zei, het kan van alles zijn. Als je dat weet, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet erger. Nou, terug naar 2 Korinthe 11. Vers. Kijk, wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd dat ik niet brand? Je zou kunnen zeggen, als iemand geërgerd wordt, aanstoot neemt, en die zou daardoor bijvoorbeeld verloren gaan, niet dat hij voor eeuwig verloren gaat, maar dat jij die broeder verliest, dat hij bijvoorbeeld zegt, nou, hier kom ik niet meer. Als dat het resultaat is, nou, dan doe ik toch die stropdas aan. Ja. Dat is het. Dat ik niet brand. Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Nou, je ziet ook heel mooi staan in vers 30 en 31. Dat is de limiet voor ons als wij zo graag willen roemen. Als wij zo graag willen roemen in onszelf, dan is dit de limiet. Ja, namelijk roem, oké, roem dan in je zwakheid. Ja. Dat heeft Paulus ook gedaan. En niet wie die allemaal is. Want hij was wel iemand, hij kon roemen. Hij was natuurlijk een fariseer. Hij zegt, dat heb ik als drek geacht. Maar voor de rest, hij is wel de apostel van de heidenen. Hij was wel iemand. En die leraars, wat waren die nou? Zijn zij dienaars van Christus? Ik ben boven hen, zegt hij. En ik word gedwongen om te roemen. In vers 18. Terwijl velen roemen naar het vlees. In hun positie, in hun status, ja. In wat ze allemaal niet doen, ja. Hij zegt, oké, nou zal ik ook roemen. Maar hij gaat niet roemen zoals zij roemen. Maar hij gaat roemen in zijn zwakheid. Daarom moeten wij ons ook zelf niet naar andere mensen ook gaan roemen. Hè? Wij krijgen het ook eens mee te maken, ja. Met, in de religieuze wereld gaat het om eer. Daar gaat het gewoon om. Hè? De gewaden die er zijn. De dingen die je doet, die je gestudeerd hebt. Van het weekend werd aan mij nog gevraagd. Hoe lang heb jij nou gestudeerd? Het was ten opzichte van iemand anders die een opleiding doet in theologie. En die heeft al 7 jaar gestudeerd. Ik zeg, nou, ik studeer inmiddels al 20 jaar. Maar niet in een instituut, nee. 20 jaar studeer ik in de Bijbel. En ik heb geen titel, nee. Nee, gelukkig niet. Dat hoeft ook niet. Maar ik studeer in Gods woord al 20 jaar. Ja, dat kan natuurlijk niet bestaan. Want ik krijg ook niet een officiële inwijding en... geen speciaal kleed aan en je wordt, en noem het allemaal op. De hele religieuze wereld bestaat daaruit. Kijk, en dan kan je zelf gaan zeggen, ja, maar ik kijk eens, weet je wat wij allemaal doen? Weet je wat wij allemaal doen en wat ik allemaal doe en bla 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 bla. En hoeveel mensen er allemaal luisteren en kijken. Dat is nog maar heel zo weinig ten opzichte van de wereld. En dat moet je nog niet doen. Wij hoeven onszelf namelijk niet te bewijzen.
Dus als je nou roemt, kijk, onze identificatie ligt in de Heer Jezus Christus en niet in wat wij doen en in onze uitstraling. En dat is de religieuze wereld, die moet het daarvan hebben. Maar wij roemen, als wij roemen, doe maar, roem dan maar, zoals Paulus zegt, in de dingen van mijn zwakheid. Dat is de limiet waarop wij gaan roemen. Ik ga nog even met jullie naar Galaten 6, kijk, om over het roemen en dat laatste twee versen doe ik volgende keer. Want dat zijn wel twee bijzondere versen die er staan. Galaten 2 is vers 6. Sorry, dat kan niet. Dat kan wel, maar ik moet in Galaten 6 zijn. Galaten 6, vers 4. Maar een iegelijk beproeven. Nou, vers 3. Want zo iemand meent iets te zijn. Ja, hij meent iets te zijn, ja. Want het staat er ook achter. Daar hij niets is. Die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Waar kunnen wij nou in roemen, joh? Wat zijn we nou helemaal? Alles wat je hebt, ik ben naakt in deze wereld gekomen. En alles wat ik heb, is extra. En het leven heb ik aan hem te danken. Zelfs als je eten, ja, dan denk je, ik dank voor het eten. Ja, waarom dan? De bakker heeft dat toch gemaakt? Maar ga terug. Waar is het brood van gemaakt? Ja? Waar heeft het gegroeid? Wie zorgt dat leven in het koren zit dat omhoog komt? Wie zorgt dat het regent op deze aarde? Wie zorgt dat er licht is dat het kan groeien? Kijk, inderdaad, de bakker heb ik gemaakt. Maar toch, uiteindelijk als ik terugga, komt mijn dank, gaat toch naar hem. En dan dank ik hem dat ik eten heb. Ja? En ook hier, hij bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Je bent niks. Maar een iegelijk beproeven zijn zelfswerk. Kijk daar nog maar naar. Ga je niet vergelijken met anderen. Als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben en niet aan een ander. En als je dan vergelijkt, vergelijk je dan altijd maar met mensen die het beter en hoger zijn dan jij. Maar wij doen het vaak andersom. Dan doen wij zo, naar die en die, want ik sta boven hem. Nee, er blijft maar één ding over in vers 13. Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet, maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zou. Zie je wel, dat is het resultaat van mij. Kijk eens wat een volle kerk ik heb. We doen dit, we doen dat, ik heb er zoveel gedoopt. We hebben er zoveel besneden, we doen dit. Nee. Paulus zegt, het zij verre van mij dat ik zou roemen. Anders, kijk, als we roemen, dan roemen we daarin. Want als ik in mijzelf roem, hè, wat hij ook zegt, alleen aan mijzelf roem hebben, ja waarom? Omdat ik roem dan, natuurlijk, in het kruis. Anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke de wereld mij gekruisigd is en ik de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Nou, die hebben we gezien in al die lijst met al die vervolgingen. Ja? En Paulus zegt, daar roem ik in. En alleen in het kruis. De wereld is voor mij gekruisigd dood. En ik ben voor de wereld dood. Dus wat heb ik aan de wereld om te roemen aan u? Laat ik me roemen in mijn zwakheden, ja? En dan zie je, daar komt juist de glorie van Christus komt dan openbaar. Want ik geef de eer allemaal aan hem, ja? Hij heeft in al mijn zwakheden, heeft hij mij altijd gesterkt en gedragen. Dus ik kan hem ook de eer geven. Wat mooi is, kan je nog doen. Ik lees nog twee teksten en sluiten we af. Colossenzen 1, vers 24. De bekende tekst, maar toch in verband met het roemen. Wat Paulus zegt, in mijn zwakheden. Nou, wat kan je nog mooier roemen als in het lijden van Christus, ja? Die nu mij verblijdt in mijn lijden voor u. Hij lijdt voor ons, ja? Paulus. En vervul in mijn vlees de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus voor zijn lichaam. Het welk is de gemeente. Hij verblijdt zich in dat lijden, ziet? Wie in deze wereld verblijdt zich in lijden? En dan lijdt hij voor ons, zegt hij ook nog. Voor ons, voor anderen. Dankzij hem hebben wij deze brief hier staan. En het zijn de verdrukkingen van Christus. Zie je? Het is vanwege Christus dat je dit leidt. De overblijfsel heeft natuurlijk alles met de verborgenheid te maken. Nou, de laatste tekst is 2 Korinthe 10 vers 17. Dus de limiet voor ons is, als wij roemen in onszelf, dan is het in onze zwakheden. En dat is natuurlijk het tegenovergestelde wat de wereld doet. Die roemt nooit in hun zwakheden. Nooit. Juist in hun sterke punten. Dat hoor je toch ook?
Tegenwoordig, hoe willen de mensen nou... Nou, jij met solliciteren, Harry, jij ook, hè? Dat wordt je allemaal geleerd tegenwoordig. Ik hoor het van mijn kinderen ook. David zit in de sales business en Ruben inmiddels nu ook. En dan hoor je al die trainingen en hoe men getraind wordt. Maar iedereen wordt zo getraind. Ja? En dan hoor je allemaal van je sterke punten. Nou, van nature zin. Nou, ik ga niet zo over mezelf zo naar voren. Dat moet. Dat moet. Ja? Je moet je sterke punten laten zien, ja, dat is, zo is het helemaal. Dus als we kijken naar 2 Korinthe 10 vers 17, dan zien wij nu heel anders. 2 Korinthe 10 vers 17, als we dan roemen, let op hè, in onszelf is het in onze zwakheden, en dan 2 Korinthe 10 vers 17, doch wie roemt, die roemt in de Heere. Want niet die zichzelf prijst, maar die de Heere prijst, die is beproefd. Dat wil zeggen, diegene die door de Heere geprezen wordt. Heb je de eer van mensen lief of de eer van God? Wil je door de mens geprezen worden of wil je door God geprezen worden? Nou, ik wil door de Heer geprezen worden. En dat is wat hier staat. Dien, ja, dat staat niet die zonder en. Dat betekent dat jij de Heer prijst. Tuurlijk, ik prijs de Heer, ik roem in hem. Maar hier staat dien de Heer prijst. Dat wil zeggen, degene die door de Heer geprezen wordt, die is beproefd. Weet je wat het is? Voor de rechterstoel van Christus. Dus als je de Heere volgt in Paulus, dan word je door de Heere geprezen. En dan ben je de arbeider die niet beschaamd wordt, maar die beproefd is. Dat staat hier. Ja? En iedereen die gered is, die komt van de rechterstoel van Christus. En de Heer is blij en wij zijn blij. Maar de blijdschap, Paulus zegt, vervul mijn blijdschap. En die van de Heer natuurlijk, als zij hem ook volgen, zoals hij nu via de apostel Paulus tot ons spreekt. En dan zullen wij geprezen worden door de Heere. Voor het volgen van hem in Paulus. Nou, dus dat is het. 2 Korinthe 11, ja, vers. Ja, de God, en hij roept ook God aan tot een getuige. Ja, de God en Vader, vers 31. Van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Namelijk dat al die verdrukkingen het gevolg zijn van de boodschap die Paulus heeft verkondigd. Nou, en dat geldt ook voor ons, als we daarvoor staan. Maar aan de andere kant, je weet, de Heer zal ons altijd sterken en vertroosten. En je ziet ook, mijn genade is u genoeg. En dat zie je bij Paulus, zie je dat ook. En dat is ook voor ons zo. Nou, die laatste twee versen, dat is een heel twee versen die er opeens lijkt niet of die eraan geplakt zijn. Maar die hebben ook een hele speciale bedoeling, maar dat gaan we de volgende keer zien. Zullen we daarvoor danken? Vader, we danken u voor deze boodschap van genade. We danken u dat wij... De kinderen zijn hier en dat we, ja, we willen zo graag roemen. Het draait om eer en macht en geld, Heer, in het hele leven. En nu zitten we aan de andere kant, Heer, van de lijn. En nu zijn wij van u, Heer. En dat is allemaal tegenovergestelde. Dan is er geen ruimte voor eer. Ja, eer voor u alleen, Heer. Dan gaan we ook beseffen dat we zonder u ook helemaal niks zijn. Dan verdienen we maar één ding en dat is het eeuwige vuur. En u hebt ons gered door uw dood aan het kruis, Heer. En nog steeds wilt u ons elke dag nabij zijn. En dat bent u ook. En ons sterk, Heer. U heeft ons het gereedschap gegeven. De brief van Paulus. U geeft ons hoop ook voor de toekomst. We weten eenmaal waar wij zullen zijn. En dan zien we dat u ons in uw plan heeft ingezet, Vader. En dat we die geweldige toekomst hebben. En waar hebben we het nog helemaal aan te danken. En verdient aan helemaal niks. Alleen omdat u van ons houdt. En we danken u dat u het zo beschikbaar gemaakt hebt door het kruis. Dat iedereen ook hier deel aan kan krijgen. En daar dank ik voor, Heer. En ook in onze zwakheden, Heer. En Heer, dan zullen we ook sterk zijn. Omdat u dan in ons werkt. En daar dank ik voor. In Christus' naam. Amen. Amen. Laten we nog een liedje zingen met elkaar. En ja, aangezien Maarten nou voor de tweede keer door omstandigheden niet kan zijn. Hebben we even een noodcollectezak gemaakt. Geef hem even door. Want ja, de kosten, het is allemaal leuk en aardig, maar de kosten gaan natuurlijk toch wel door. Wie heeft er een lied? Hem zij de glorie, is dat hè? En die bedoel je toch? 106. Oké, okay, 106. Dat is hem niet. Ja, het is 104. 104. Ja. Geprezen eer de Heer die eeuwig leeft, die
ontferming, ieder troost en alle schuld vergeeft. Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten dat zijn hand begon. Alleluia, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. Verdreven is de schaduw van de nacht, en wie hem wil aanvaarden, wordt eens veilig thuisgebracht. Voor hem geldt ook dit wonder, alles is volbracht. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Alleluia, geprezen zij het Lam, dat het schuld der wereld op zich nam. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht, dat hij staat van het kruis dat eens voor ons werd opgericht en voor ons ook verrijst een heerlijk vergezicht. Hem zij de glorie, want hij die overwon, zal nooit verlaten wat zijn hand begon. Halleluja, geprezen zij het Lam, dat de schuld der wereld op zich nam. Amen. Goed, nou, woensdag hebben we bijbelstudie bij Helene. Hè, afgelopen woensdag was ze bij ons. En heel gezellig, ja, zeker. Maar gezelligheid voort, wat voortkomt uit dit. Ja? Absoluut. Absoluut. Nee, dat klopt. En even kijken. En dan vrijdag over een week hebben we dus de gemeente aan bij ons thuis. Hier. Dus dat is de 17e. Dus aanstaande vrijdag over een week. Dus wie komen wil, is van harte uitgenodigd. Voor de rest wens ik jullie heel veel sterkte in deze aanstaande week weer, in de dagen die komen gaan. Waar je ook bent, hè, dat alles wat wij doen ook ter eerde van hem mag zijn. En dan wil ik graag Harry vragen of die voor ons wil eindigen in het gebed. Hemelse Vader, ik wil u danken voor deze dag van genade. Ik wil u danken dat we hier bij elkaar zijn en ook die luisteren via internet, dat we ook leden zijn van elkaar. Ik wil u daarvoor danken. En wat we ook vandaag geleerd hebben van de apostel Paulus. En dat we kunnen roemen alleen in de Heer. En verder niet in onszelf. En wat in tegenstrijd is met de wereld, waar je natuurlijk juist wel roemt in jezelf of de goede dingen benadrukt. Maar wij weten juist ook wie zwak is, dat je ook moet menen dat je moet staan. En dat je ook heel snel kan vallen. Maar dat we, als we blijven bij uw woord, blijven wat aan de apostel Paulus is geopenbaard, dat we dan juist sterk zijn. En ook als we nieuwe mensen bereiken met het evangelie, dat we dan ook niet gaan roemen in onze kennis, maar juist die kennis een stukje terugnemen en dan eigenlijk de basis vertellen aan mensen die nog niet gelovig zijn, of zelfs ook gelovigen, maar toch de basis vertellen van wat geopenbaard is aan de apostel Paulus. En dat we ze op die manier eventueel ook kunnen bereiken met deze boodschap en dat ze het ook zullen aannemen. Hemelse Vader, ik dank u daarvoor. En ik bid voor Maarten, dat hij toch in deze tijd, het is toch een moeder, ook in de kaas stond, zijn moeder
de gezegende leeftijd bereikt van 90 jaar. Maar ja, het is toch je moeder die ook overlijdt. Dat hij ook gesterkt mag zijn. En hij zal zeker gesterkt zijn over wat zijn moeder ook heeft geschreven. Dat ze weet dat ze bij de Heer is. En dat is natuurlijk een hele blijde boodschap. Maar het is toch een verlies. En dus dat hij toch een goede dag ook morgen zal hebben met zijn familie. En om zijn moeder naar haar laatste naar de rustplaats te brengen. En dat hij ook weet dat zijn moeder bij de Heer is. Hemelse Vader, ik dank u in naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.